Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag gaan we iets anders doen dan normaal. Want ik ga even met dat Rainbow Loom iets wat leuks maken. We gaan een armbandje maken. Een beetje een heel verschillend armbandje, ik weet niet hoe die echt heet. Dus hier zet je allemaal hele stiekjes. Tot hier. En hier ook. Jullie zien mijn hand er voorbij gaan. En jullie zien het bij de rest wel. Ik vond het heel leuk om even een andere video te maken dan. Dus ja, we gaan even beginnen. Ja, ik heb verschillende stokjes. Die heb je denk ik op een foto gezien, denk ik, wat ik had gemaakt voor de begin eigenlijk. Dus ja, ik heb een rode. En een deze kleur. Ja, dat zie je bijna niet. Maar ik laat op het einde wel even zien, maar ik ga even iets leuks doen. Als ik deze heb gedaan, helemaal af, dan ga ik de volgende maken. Jullie zouden denken, hoe doe je dat? Ja, dat laat ik ook even zien hoe dat moet. Dus je moet deze erbij hebben. Die hebben iedereen, denk ik. En ik heb nog een stevige. Het kost niet heel erg veel duur. Ik heb pas 1, 2, 3, 4, 5. Dat is de zesde. Hier, als ik hem klaar heb hierop, dan is het wat makkelijker. En dan, ja, dan gaan we meteen even beginnen. Een beetje anders dan normaal. Oké, we gaan beginnen met die elastiekjes. Je begint hier bovenaan. Hier. En dan gaan we meteen beginnen. De volgende. Ik hou hem ook even vast, voordat hij dadelijk weer gaat. Ja, ik film even met mijn telefoon, want ik heb geen een goede camera, zal ik maar zeggen. Dus ja. We zien het denk ik al. Kijk, zo gaat het dan worden. Zo. En op het einde van de video, als ik klaar ben, dan ga ik wat anders zeggen. Nee, ik weet niet wat het gaat worden. Dat zeg ik pas op het einde. Komt geen vervolgvideo, want dat vind ik een beetje saai. Dit heb ik niet zelf verzonnen, dat heb ik op een andere video gezien. En ik vond het wel leuk om het voor jullie ook te doen. Oh, ik kan jullie bijna niks zien. Oh. Sorry, dat was allemaal van mijn stokjes. Sorry daarvoor. En dan ben je hier. En dan ga je helemaal weer terug. Oh, een beetje te ver. En dan ga je weer. Ja, jullie zien in mijn hand steeds. Ik laat ook even zien hoe die eruit ziet. Pak bij de andere. Zo. Beetje onderduwen. Zo. Sorry voor mijn hand. Sorry daarvoor. Zo. Zo, denk ik wat beter allemaal dan mij. Ik maak een armbandje. Armbandje is wat makkelijker dan wat ik een keer heb gemaakt. Ik laat dat een. Ik laat niet zien wat het gaat worden. Dat vind ik wel leuk voor jullie. Een verrassing. Ik vond het een keer leuk om een ander video te maken dan normaal. Toch wel een keertje leuk. Toch? Oh, donkerrood. Nou ja, dat maakt niet zo uit. Oké, even kijken of hij. Soms controleer ik even, als hij een beetje te dun is, controleer ik even dat hij niet. Daar gaat dak op pret barst of zoiets. Want dat vind ik een beetje zonde van die elastiekjes. Wow, is dat weer een peertje? Dat moet niet. Zo.
Zo. Ik spoel dat niet door, want anders word je dat helemaal, hoe zou ik het noemen, een beetje. Bij de tweede doe ik het wel. Oké. Dus nu helemaal met die elastiekjes. Je moet altijd hier beginnen. Wie dat? Dat opening moet altijd naar rechts wijzen. Dan heb je het altijd goed als je gaat beginnen met die elastiekjes op te zetten. En nu ga ik beginnen met de. Deze. Ja, op camera zie je het niet, maar het is doorzichtig. Nu ga je zo doen. Doe even zo, kunnen jullie het beter zien. Wacht. Zo. Dan ga je door. Zou je dat wat beter doen? Ja, ik wil een keer een andere video maken. Dat is ook wel een keertje leuk. Dan niet maar stasstable. Misschien vinden jullie dat wel heel erg leuk. Dan moet ik dat vaker doen. Nou, maar alsjeblieft weten. Vraag me wat ik kan maken. Dan maak ik dat. Ja, zo moet ik kan ik weer niet maken. Dat vind ik wel jammer. Ik ga ook een keertje iets anders maken. Maar moet ik even denken wat ik ga maken. Kan ook een hele moeilijke armband. Een beetje zo. Oh, fijn. Die zit in de knoop. Die pak ik dan even niet. Nou, ik ben al 6 minuten bezig of zoiets. Zo. Hier ben ik er al nog. Ik ben bijna klaar. Zie je? Zo. Zo. Beetje onderduwen, dat het niet vanaf gaat springen. Je zou denken, ik ben klaar. Nee. Dan komt nog hier eentje. Deze drie. Boom. En nu hebben we allemaal heel stikjes op gedaan. Even controleren. Zo. Jullie zouden denken op je plakband op gedaan, want mijn deentje valt heel het af en af. Zo. En nu draai je hem om. Dan ga je beginnen. Even. Pak je deze stokje. Dan ga je beginnen met haken. Of wat jullie ook al noemen. Wacht, ik zet even op pauze, want ik kom zo bij jullie terug. Tot zo. Ben er weer. Ja, ik heb even gekeken hoe ik dat moet doen. Ik was het even vergeten. Je begint hier. Zal ik maar zeggen. Ga je hier. Of wat je ook al doen hierin. Oh ja, heel fijn. En doe je gewoon even zo. Misschien even verkeerd. Ga je hier weer in. Oh, die moet niet mee. Hierin, dacht ik. Maar als je weer hierop gaat, maakt niet zoveel uit. Akske, ga je hier in. Oh, oeps. Zo. Gewoon even vast, want dan kan dit weer terugvallen. En dat vind ik zonde. Zo. Je zult denken, ja, een andere video. Ja, klopt. Ik kan een keer wat anders doen. En dat is ook een keer leuk, vind ik. Dan ben je hier. Ja, dan valt iets van het dingetje af. Dan ga je weer terug. Hier even niks meer doen. Zo.
Boom. Hier is het lekker simpel. Jaks keren in. Oké, nu doet het wel heel erg snel nu. Wow. Die ging een ongeluk mee. Dat was even niet de bedoeling. Even zo, dan gaat hij wat. Doe altijd even zoals een beetje ontspanning in zitten. Dan doe ik dat even. Beetje spanning op. Dus dan, daarom doe ik dat even. Dan breekt hij soms. Oké. Oké, ik zet hem even op pauze, want het is even fout gegaan. Tot zo. En ik heb hem weer. Die was even beetje gesprongen. Niet echt gesprongen, maar. Ja, een beetje, zou ik het zeggen. Zo. Oké, moet ik even goed kijken. Wat is het? Zo hier. Ik ga hier wel in. Dan ga ik even niet snel doen, anders gaat het weer verkeerd. Zo. Oké, we zijn er wel eens even iets verkeerd gegaan. We gaan gewoon verder. Ja. Zo. Ik wil wel graag weten van jullie deze video vinden. Dat vind ik wel heel. Oké, dat spijt me heel erg, want. Ik moest even iets anders even in. Dus sorry voordat ik een pauze deed. Dus we gaan gewoon weer verder. Wacht, mijn camera staat niet helemaal. Zo. En we gaan gewoon weer verder. We zijn hier gebleven. Zie ik. Oké. Nu ga ik hier een lusje op doen. Of pak ik een pennetje. Maar ik denk dat het beter is dat ik een lusje pak. Even een kleurtje pakken. Geel. Pak deze kleur even. Ik haal hem nog niet eruit. Anders gaat het helemaal verkeerd. Doe ik zo. Laat het ook aan jullie zien. Zo. Kijken of het nog gaat. Ja. Het lukt me nog. Zo. Niet hard aantrekken, anders krijg je hem niet meer los. Want dan gaan we aan elkaar maken, zoals jullie zien. Kijk maar. Zo. De volgende camera. Dan kan jullie meteen ervan afhalen. En dan is het wat fijner. De volgende. Weer de gele. Ga je daarin. Zo. Neem je hem allemaal mee. En pak je dit weer. Zo. Een beetje aantrekken. Zo. Zo. De volgende. Die wilt we niet.
beetje ranzig. Maar ik heb hem. Nou, dat is een beetje een lusje er vanaf gegaan. En dat was niet de bedoeling. Hè? Je wilt niet. En dat vind ik niet leuk als je niet wilt. Ja, sorry van dat. Ja, ik soms krijg ik hem en soms weer niet. Oké, ik heb hem. Heeft lang geduurd, maar ik heb hem. Ja, sorry dat ik dat zo deed, maar even aantrekken. Niet te hard aantrekken, anders. Zo, zo. Dan pak ik een ander stokje. Voor hem los te maken, om het er even op te hangen. Om het niet te vergeten. Deze gaat even weg. Dus ik ga even een dik stokje zoeken. Pak die. Want die is wel dik genoeg voor die dingetjes. Dan haal ik hem voorzichtig vanaf. Ik wil dat voor jullie een beeld doen, hè. Oh, die past niet erin. Dus dan moet ik even die doen. Die past er wel in. Oh, moest je nog dat ophalen? Heel fijn. Ik vind hem nog wel. Zo. Zo doen. Zo. Zo, nu kan hem dat van. Niet. Als je niet goed wilt, moet je hem niet gaan trekken, anders gaat het helemaal mis. Nou, kom jong. Uit. Nu snappen jullie denk ik waarom ik dit heb gedaan. Dan heb je dit. En dat ga ik dan hierop doen. En dan heb ik het gewoon een beetje langer gemaakt. Zo ziet het uit. En jullie begrijpen denk ik ook dat ik op een stokje doe, omdat ik niet alles wil verliezen. Dus ja. Dan gaan we verder met de volgende. Jullie even goed kijken. Ja, is goed. En dit ga ik zo. Dit ga ik gewoon zo laten, maar niet zo vet. Zo, een beetje uit elkaar. Zo. Zo. En leg even weg. Dan draai je hem erom. Dan ga je weer beginnen met rood.